feel paralyzed. Welkom dames en heren bij No Limits aflevering 4. We gaan in deze aflevering weer 3 achtbanen bestrijden. En we gaan beginnen met de Crazy Moves. Daarna Crystal Beach Blip en Dark Abyss. Ik denk, ja, ik ben benieuwd. We gaan beginnen met Crazy Mouse. En ik kreeg in het begin ook al foutmeldingen. En we klikken ze hier snel even weg. Starting up. En we gaan even 2 erbij halen. Kunnen we even speed zien. Het is een besneeuwd gebied. En het zijn van die ronde kaartjes. Oké. Okay. Jullie kunnen de speedjes volgen. Hè? Maar ik kijk eigenlijk meer voor naar de baan. En ik kijk heel even om me heen. Ja. Ziet er toch wel een ferm baantje uit. Ik zie daar wel geen station, dus ik weet niet. Redelijk snel omhoog, 16 uur zit, 16,1. Ik ben benieuwd naar Crazy Mouse. Ik kom hier eigenlijk een stukje, ja, ruimen zeg maar. Ah ja, dit is eigenlijk gewoon van die, dit is eigenlijk een soort van spinning coaster. Ja, dit vind ik echt gewoon leuk. Dit zijn leuke achtbaantjes dit. Dit zijn heel leuke achtbaantjes. We zien eigenlijk dus niet veel van de baan, maar ja, dat is ook leuk als we het nog niet echt zien. We kijken gewoon vooruit. Dat is eigenlijk de bedoeling. De kaartjes draaien vanzelf rond, normaal gezien. Ja, zie je, ze draaien. Onder zoveel tijd draaien ze rond. Die is niet altijd. Nu zien ze wel een draai. Ja, mooi. Heel mooi vind ik het. Ik vind het echt leuk. Het zijn echt leuke achtbaantjes. Weer zo'n bochtstuk. Crazy Mouse, ja, de naam past er goed bij. Crazy Mouse. Ik vind het een heel goede bijpassende naam. Heel leuke achtbaan. Dadelijk en dan zijn we er uiteindelijk. Ja. Volgens mij zijn we aangekomen. Ja. We worden rechtgedraaid, maar dat zal wel even duur zie ik. Ik kijk er even. Oh, we gaan achteruit. En nu worden we teruggedraaid. Worden we nu wel teruggedraaid? Ja. Oké, we worden teruggedraaid. Ik ga er even uit. Ik klik dit heel even weg al. Voilà. Er is geen station. Dat is zo raar. Dat er geen station is. Kijk, hier staan we alle kaartjes klaar. Maar er is geen station. Dus dat is een beetje raar. Drie stations. Er zijn wel allemaal stukjes van het station zijn er alle stukken die ze moeten hebben. Dus de wielen en zo om het karretje te doen vertrekken, maar er is geen station. Nu de layout is eigenlijk ja wel oké. Met de zieren is altijd dat bochtenwerk. En dit is eigenlijk meer een soort van kermisachtbaan, maar toch, ik vind het een leuk achtbaantje. We gaan naar de volgende achtbaan en dat is Crucial Beach. Ja, ik had de naam niet echt goed uitspreken, maar manier, we gaan naar de tweede achtbaan. En terwijl hij nog opstart, gaan wij zien dat wij in een achtbaan komen te zitten. Ja, ik hou de speed erbij. We zitten in een achtbaan met groene kaartjes. En ja, dit ziet er mij wel een leuk achtbaantje uit op het eerste zicht. Want redelijk, ja, de snelheid komt op. Maar toch wat sneller, we zijn nu van 0 naar 9, tel ik 10 per uur. In een heel brede bocht, heel ruim genoemde bocht. En we krijgen nu de toetakeling van 8 km per uur. En hier is mijn zwaar station, dus dat is eigenlijk al wat, ja, dat zou moeten. Ik zie hier, wel redelijk hoog zie ik. De omgeving is eigenlijk niet echt aangewerkt, dus vind ik. Het is heel kaal qua thematisatie. Maar ja, natuurlijk wel om de achtbaan. Dus ja, maar ook een beetje voor thematisatie. Maar ja, het is de achtbaan eigenlijk wat een beetje geld. En ik ben heel benieuwd naar deze drop. Want oh, dat is een heel zo schuin stijl drop. Ah, dat is... Ah, jongen, dat doet pijn als je dat hebt. Ah, jongen, dat is een iets scherper bocht voor me net. Dit zijn wat ruimere bochtjes, zo moet het ongeveer. Ah, jongens. Die gaan we verkloten het weer een beetje met die kniks. Knikjes die we net gehad hebben. Waar ik maar echt net onder die ondersteuning door. Dus dat is echt wel... Ja, nipt. Daar gaan ze sowieso een limiet op zetten van de lengte.
daar ben ik eigenlijk zeker van. Moest dit in het echt uitkomen. Dat gaan we nu krijgen. We gaan golven. Onder de tutaknik gaan we golven. Ja, vind ik wel. Niet echt slecht, maar nog die knikjes na. Oh, dat is ook heel raar. En zo links, rechts, links, rechts. Ik zie hier allemaal dingen staan van ondersteuning, maar daar staat niks op. Oké, we zijn er. Een ruwe rem. Moet ik zeggen op het einde nog wel. En ja, het in, waar is die knik? Kijk dit. Zo'n scherpe bocht. Kijk, dit kaartje komt nu. Het kaartje komt eraan, ja. De trein komt eraan. Dit is gewoon een heel stijle bocht. En die vind ik niet echt goed. Ook waren er een paar knikjes in. Ik weet niet meer precies waar ze zaten. Maar hier bijvoorbeeld. Ja, eigenlijk, dit is, ja, dat gaat nog wel. Maar die remmen staan veel te hard. Want die neemt echt de volledige speed van de achtbaan af, moet ik zeggen. Nu, het is wel eigenlijk, ja, op die ondersteuning is het wel heel net dat je daar zo net onder komt. Hier is dat. En de eindbocht is er volgens mij. Daar kom je ook maar heel netjes onder. Maar voor de rest, en hier die lege ondersteuning, hier die lege, allemaal lege ondersteuningsplaatjes. Dus dan waarom ze hier eigenlijk staan. Ze zijn toch leeg. Dit vond ik wel een heel speciaal stukje dat dit kronkel doen. Maar toch, ik vind het eigenlijk wel een leuk achtbaantje op die paar knikjes na. Een heel erg leuk, compact achtbaantje. Dan gaan we eens naar de laatste achtbaan alweer van deze aflevering. En dat is Dark Abyss. En terwijl onze laatste coaster van deze aflevering opstart. Waar we ook gelijk in zitten. Blauwe baan, zie ik. Het is helemaal blauw. Blauw, blauw, blauw. Wow, dit is een lanceercoaster. Sowieso. Het is een redelijk lange trein, maar dit wordt eigenlijk een heel erg leuk achtbaan. Daar ga ik nu al van uit. Want we worden gelanceerd naar 130 heb ik net gezien per uur. Met een grote looping. Huppa. Dit is echt een super achtbaan. Dat vind ik nu al. Lanceercoasters. Mooi. Heel erg mooi. Heel op één gebouwd heb ik de indruk. De baan zitten liggen echt wel op elkaar. Gebouwd. Ik vind looping ook. Het zijn echt heel veel loopings. Ah jongens. Heel veel loopings echt wel. Oh, we gingen door een ondersteuningsbaan. Dat is zo echt realistisch. Ik ga maar er net langs af, voilà, weer erdoor. Het zijn een paar minpuntjes, maar daar kijk ik even niet naar. Het gaat even om de baan. Het gaat niet om de palen. Maar toch, ik moet eigenlijk ook nog eens met de palen maken. Oké, dit was de achtbaan. En ik haal even dit eruit. En komt er eigenlijk nog een nieuw karretje? Mag ik dat vertrekken? Ja, dat gaat vertrekken. Kijk wat een realisme. Er zit echt alles zit eraan. Die wieltjes draaien mee, alles zit goed. En die remschijven gaan ze hebben ze weer open en dicht. Kijk, nu zit ze dicht. En dit is echt gewoon super realistisch. Oké, we gaan even hier zo hangen. Kan je hier kort een target view doen, maar dat is van een ander karretje dit. Dit is een ander kar. Ik moet een ander kar hebben. Ja, zo, kijk. Dit is even. Dat is leuk om te zien, oké. Okay. Target view, dat is wel even leuk om te zien. Kijk jongens, dit is eigenlijk een super leuke achtbaan en heel vloeiende ook. Wow, kijk daar, we zien hem echt perfect gaan. Super leuke achtbaan is dit. Ik ben er echt, ja, een beetje van kop door. Volgens mij is dit echt een van de eerste lanceercoasters die we gehad hebben. Ik denk het wel dat het de allereerste lanceercoaster is in de bieraflevering die online staan. En ja, ik denk wel een pracht van de achtbaan dat dit is. Ik ga daar nog eens even. Het is heel op één gebouwd, maar kijk, die grote looping. Die 100 km, 113 per uur wordt je wat afgeschoten. Zeker de moeite waard. Dit is echt een. Wat zijn er weer allemaal van die lege plaatjes? Wat is dit? Dat is een fout of zo. Kijk, allemaal lege ondersteuning. Platen. Een beetje jammer. Maar dit is echt zo'n heel ruime bocht en dan ga je weer in een heel dat bebouwde gedeelte. Maar voor mij is het laatste album dus de winnaar. En jullie kunnen kiezen dus uit de Crazy Mouse. De tweede. De Dark Abyss of de. Tweede. En dat is de Crystal Beach Clone.
En volgende week gaan wij verder met deze coasters. Het zijn er twee uit. Zit in, dit is een no-limit. Oké. Dat is, even kijken naar het verschil. Ja. Het zijn er volgende week. Nee, een mapje 5 moeten we kijken. Volgende week hebben we twee coasters uit. De limits 2 en 1 uit 1. Dus ze zijn Devil's Den, Dive Coaster en Diving Limb Shuttle. Dat zijn nu voor volgende week. En ik zeg tot vrijdag, want het is nu op vrijdag. Tot volgende week vrijdag bij een nieuwe aflevering.